Hey to, onwijs bedankt dat je hier bent. Ja. Uh, ik vind het heel leuk om uh, vandaag deze podcast uh, op te nemen. Uh, en jij hebt uh, Bram, Bram, van van en mij uitgenodigd uh, bij Psv. Ja. Denk nu een jaar geleden ja. op de ja, Mark van bommel was het nog. En uh, Mark van Wommen was er nog. Ja. Het was, ik vond het echt fantastisch uh, door het verhaal wat je vertelde. Maar daar gaan we straks vast meer over. Uh, en daar gaan we het helemaal over hebben. Uh, het heeft ook echt dingen veranderd in mijn leven. Okay. Uh, maar ook omdat ik daar ja, gewoon mijn helden van vroeger zag. Ik zag wij zenden en uh, Mark van Bommel. Ja, je voelt je toch een jongetje in de snoepwinkel die daar dan toch ja. mag, uh, mag rondlopen. Um, en we wilden gewoon eens gesprekken voeren over zaken waar het niet zo heel vaak over gaat uh, hm. in de politiek. Uh, en uh, met jou wilde ik het heel erg hebben over het leven van topprestaties. En hoe doe je dat? En de, de, de topsportfocus waar jij het uh, op ja. hebt. Ook omdat jij. Wordt veel, je krijgt er veel kritiek op, maar echt uh, een heel interessante <laughs> boekjes <laughs> Ik heb veel gelezen over de afgelopen tijd, wat er is gebeurd. Gewoon een heel interessante boeken heb geschreven over leiderschap, wat het betekent. En uh, in uh, iedereen fit genoeg om te presteren, ja. daar, uh, daar begin je eigenlijk over de politiek. Uh, en dan zeg je, um, als een bewindspersoon bij, bij Mark Rutte komt, dus, dus uh, er is verkiezingen zijn geweest, ja. er is een formatie. De nieuwe premier gaat uh, mensen selecteren dan wordt er wel een vraag gesteld over fitheid, maar wat wordt er nou eigenlijk gezegd? En wat gebeurt er als een nieuwe minister zou zeggen: Ja, dat is goed, ik doe het, maar ik bepaal mijn eigen agenda. Niet ambtenaren, niet de secretaresses. Ik wil zoveel tijd vrij hebben om te sporten. Zou zo iemand worden aangenomen? Nou, vond ik een interessante vraag. Nou ja, het grappige is dat het ook voor de eerste keer was. Dat lekt natuurlijk al dingen uit. Je wordt getest als minister. Op het feit dat je vroeger geen rare dingen hebt gedaan, je belastinggoed goed hebt betaald, maar ook weer fit genoeg was. Ja. En daar werd ik door getriggerd. Want toen dacht ik van, ik hoorde dat op, uh, bij BNR of BNR'ers... Dus dacht ik, ja, dat is, de, de vraag is niet fitheid. Ze bedoelen gezondheid. Maar het gaat om fitheid. Dus hoe fit ben je? En uh, dus eigenlijk moesten ze hun uh, dossier laten zien van de dokter, maar daar ging het helemaal niet over. Want in hoeverre sporten ze voldoende, slapen ze voldoende, eten ze een beetje fatsoenlijk, zijn ze op tijd thuis en doen ze mm -hmm. nog leuke dingen. En uh, daar heb ik twijfels over in de politiek. Maar stel je, stel je voor, ik, ik, wil, ik, ik ga mijn uiterste best doen om Margrethe op te volgen als premier na de volgende verkiezingen. Dus ik, hopelijk ben ik daar formateur. Daar komen ja. allemaal mensen langs. Welke vragen moet ik dan gaan stellen aan, aan bewindspersonen? Nou, kijk, kijk de, eerste, de eerste vraag is al dat het, um, jij zou eigenlijk, als je premier wil worden, nu al moeten weten, en dat is bijvoorbeeld het verschil met, met andere werelden, welke vijf mensen je meeneemt. Mm -hmm. Want die zijn al geboren. Mm -hmm. En uh, ik, ik betrapte in de politiek mensen op, die gaan ze dan pas zoeken. Uh -huh. Ik denk ja, uh, als jij premier wil worden, dan zou je vijf mensen moeten gaan zoeken. die in ieder geval uit je eigen hoek je uh -huh. gaan helpen. Uh -huh. En ik vroeg dat wel eens niemand. Ik zeg, weten ze het al dat jij ze gaat vragen? Uh -huh. En dan keken ze me aan of ze, of ze water zouden gaan branden. En, uh, dus dat, dat is één, dus je moet de juiste mensen hebben waar jij het mee gaat doen. En twee is dan inderdaad, wat ik zou zeggen, is van uh, ben je elke keer voldoende uitgerust en fit om de juiste beslissingen te nemen? En ik, ik breng dat terug tot een heel simpel principe uh -huh. van wie functioneert nu beter? De uitgeruste manager of de vermoeide manager? Uh -huh. Dan noemt iedereen de uitgeruste. En uh, dan gaan we dus een analyse maken van de, van de politiek. Uh -huh. Ze werken te hard, ze zijn te weinig thuis, ze bewegen te weinig, ze eten onregelmatig en ze slapen te weinig. Nou, dat is het, uh, het, het moment om fouten te gaan maken. Het is wel leuk wat je nu zegt over slapen. Uh, toen wij op de hertgang waren, toen uh, uh, pakte je mij heel hard aan. Toen, uh, zei ik, uh, toen ging het over hoe, we le hoe ik leefde, wat, wat ik, uh, hoe ik met, met het leveren van prestaties omging. Zei ik zei, nou eigenlijk gaat alles best wel goed. Over hoe ik, uh, hoe ik probeer te eten en, en me sporten. Dat is trouwens de laatste tijd minder gaan. Maar toen lag dat allemaal op schema. Ik zei, het enige wat niet lukt is slapen. En toen, uh, toen, toen, uh, uh, toen zei hij, ja. En ik zei, ja, nou ja dat, dat kan gewoon niet. Je moet echt goed slapen. Ik zei, ja, oh, maar ik heb kleine kinderen. En toen was je echt, nou ik dacht, nu krijg ik gewoon toch even een partijtje medeleven. Ja, dat snap ik. Nou, snoeihard. Toen zei je, dat is echt geen excuus. Nee. En uh, toen zei ze, eerst zei we, ja, nou ja, sorry dan, als je echt die prestaties wil leveren, uh, dan moet je vrouw maar uh, uit bed, dan komt het maar op haar. Toen zei ik, nou, dan heb ik thuis een probleem als ik, dit, uh, uh, als ik dat zo vertel. Toen zei je, oké, okay, maar dan moet je wat anders doen. Dan moet je die slaap op andere momenten inhalen. Ja. En dat ben ik gaan doen. Okay. Uh, en dat is echt, dat heeft, dat is wel echt, nou, life changing wil ik niet zeggen, maar het heeft me wel, uh, dat heeft me wel geholpen. Okay. Dus wat ik ben gaan doen is, uh, voor belangrijke debatten, als ik inderdaad slecht heb geslapen, veeg ik zochtens de agenda leeg. Dus ik breng wel mijn, kind, ik ga op tijd eruit. Uh, ja. ik moet, dat, doen, dat doen die kinderen wel. Uh, maar dan ga ik, uh, veeg ik mijn agenda ochtends leeg ga ik uh, slapen. Of als ik s'avonds ja. naar een praatprogramma ben geweest, veeg ik de agenda zochtens leeg, kinderen naar uh, school, ga ik een paar uurtjes. Uh, en dat bevalt het? Ook. En dat bevalt Top. Ja. En je, eigenlijk word je, er dus, je wordt er dus inderdaad beter van. Ja. Want je denkt, nee, ik moet doorwerken. Ik moet het goede voorbeeld geven aan mijn organisatie. Aan alle mensen die er werken. Hard werken. Maar eigenlijk bevalt het ja. echt prima. De meeste tijd van de voorbereiding gaat in slapen zitten. Ja. Nee, maar het grappige is natuurlijk dat... Um, ik, ik ben ooit in Australië geweest. En toen, uh, toen vroeg iemand van... Kent u de slaappatronen van uw spelers? Ik was toen mm -hmm. nog wat jonger. Wij probeerden ons wat eruit te redden, maar dat lukte natuurlijk niet. Mm -hmm. En toen zei die man... Dus een derde deel van je leven interesseert je dus niks. En uh, Want een derde deel van je leven slaap je. En als dat goed gaat, dan ben je uitgerust. En uh, ook bijvoorbeeld als ik bij, bij, bij grote ondernemers ben, dan zeg ik van, ja, u weet wel wat een goede auto is, maar wat is nou de beste matras ter wereld? Want uh, u, slaapt, u zit meer, uh, slaapt meer dan u in de auto zit. Ja. Dus uh, uh -huh. het is ook een mindset die een beetje ja. creëert. En inderdaad, uh, ik denk jezelf een voorbeeld geeft, als je uitgerust bent, ben je scherper, ben je beter. En uh, dus zou, zou je eigenlijk zo'n periodisering moeten hebben. En die heb je dus nu blijkbaar. Ik ben uitgerust aan de start. Ja. Hey, ik, ik, even terug hè, naar, naar uh, dat premierschap. Ik snap je zegt, uh, je, je moet nu al mensen zoeken natuurlijk. Maar de vraag over die fitheid, of ik het nou straks stel of dat ik het nou nu stel, ja. wat zijn de vragen om, ze, om, 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 om erachter te komen uh, hoe, hoe fit genoeg iemand is? Nou, het begint met jezelf. Uh, kijk, uh, ik, ik ben een uh, interessante vraag: is, uh, wat is wanneer is er sprake van succes? Uh -huh. Dat is ook een interessante vraag die ik ook wel eens aan andere politici stel. Als je nou zegt, ik ben nu het eind van het jaar, of over een jaar zijn de verkiezingen, wanneer is het nu sprake van succes? Um, eigenlijk durf ik te zeggen, als ik het versneld even hier neerleg, uh -huh. je wil zoveel mogelijk stemmen winnen. Uh -huh. En hoe meer stemmen je, hebt, hoe meer zetels, hoe meer zetels je hebt, hoe meer invloed. Uh -huh. En hoe meer ideeën je eigenlijk tot stand kan gaan brengen. Dus zou je moeten zeggen, uh, bovenaan bij Jes Klavers staat stemmen winnen. Uh -huh. Hoe doe ik dat? Uh -huh. uh, is dat nog in zaaltjes? Is dat nog uh, rozen op, uitdelen op de markt? Is dat? Uh, ...eigenlijk alleen maar bij grote programma's gezitten... ...en een paar verkeerde interviews... Uh, ...dat is interessant om over nadenken. Waar steek ik mijn tijd mm -hmm. in? Mm -hmm. en, uh, en als je dat er voor elkaar hebt, en dan, dan komt mm hij, -hmm. ...dan is waarschijnlijk twee dat je dan een fractie moet, uh, moet leiden. Mm -hmm. En dat kan alleen als je vo voldoende tijd hebt. Mm -hmm. En ik, ik weet niet hoe omzet zeker bij jou... ...maar ik waag te betwijfelen dat jij voldoende tijd hebt... ...om een fractie aan te sturen. Mm -hmm omdat je zo druk bent en met zoveel dingen bezig bent. Mm -hmm. Dat je. Want kijk, ik roep altijd. Ik heb een PSV 250 mensen mensenwerk. Als 249 mensen hun best doen. en ik niet. Mm -hmm. heb ik een wereldtent. Mm -hmm, mm -hmm. Ik ben afhankelijk van jongens van 18 tot 22 jaar. die uh, veel meer verdienen dan een directeur. Mm -hmm. uh, met tattoos en met oorbellen. Als zij die bal erin schieten. vinden ze mij een goede directeur. <laughs> ja. Dus de kunst ja. is dat je als leider. andere mensen moet laten functioneren. Ja. Dus da daar begint het feest ja. mee. Dus, dus ik zou beginnen met de leider. die moet voldoende tijd moet hebben. Ja. En die andere mensen helpt. Dat is mijn definitie van leiderschap. Om maar zo te zeggen. En daar gaat het al heel vaak fout. Want ik moet tijd hebben om met mensen te praten. Als mensen bij mij binnen moeten komen. Als ik te druk heb. Is dat verkeerde marketing. Want dan zeggen ze. Ja hij is te druk. Ik zal me niet storen. En dat kan dus niet. Dus ik begin even met de leider bovenaan. En dan zou ik vijf mensen bij me halen. En dan. Op elk gebied zijn ze ergens goed in. En dan zou ik afspraken maken. Het allereerste wat je moet doen. Is het eerste gesprek. Het allerbelangrijkste. En als jij dan uitstraalt van uh, hoe gaan onze vergaderingen, waar steekt iemand zijn tijd in mm -hmm. en hoe gaan we met elkaar om... Mm -hmm. dan los ik het op. Mm -hmm. En um, ja, dus ik, ik ben daar uh, zelf altijd heel makkelijk in. Dan denk ik, jongens, uh, ik, ik haal mensen in dienst die het iets beter kunnen dan ik. Ja. En dat denkt de politiek ook niet zo vaak, want die denken overal verstand van hem, hè? ik dus niet. Nee, nee wat, nou, wat, ik, wat ik interessant vind, wat, wat, wat mij aan het denken heeft gezet, waar ik zelf mee bezig ben geweest, kijk, die vragen over fitheid. Die kan je stellen. Hè? Dus hoe fit is iemand? Hoe, uh, je kan afspraken maken en papier is geduldig. Ja. Alleen, dat doe je ook niet met jouw, uh, jouw sterspelers. Uh, want jullie volgen ze helemaal. Ik vond het wel schokkend bijna. Dat je zei: oké, okay, uh, wij ze, uh, we, het liefste. Ze, wil, je je wil hun slaappatroon volgen. Dus ze van, die, van die fitbits, hè, ja. van, van, die, van die horloges uh, uh, om. En eigenlijk kunnen we dan zien of ze, of ze voor de, de avond voor de wedstrijd op welke tijd ze ongeveer seks hebben gehad. En of dat. Uh, dat, dat, dat verhaal kwam uit Australië. Ja. Dus in uh, Australië vertelden ze dat. Dus ja. zeiden ze, ja, als wij de slaappatronen bijhouden. Daar, 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 daar praten ze op een heel aparte manier ook over. Ja. Uh, die, die sporters maken ze er ook niet meer druk nee. over. En, uh, maar het, waar het om gaat is natuurlijk maar één ding. De bedoeling van dat slapen is dat als iemand een uur korter slaapt... om welke reden ook, omdat hij vader is geworden of het mm -hmm. een keer minder gaat... neemt de kans op blessures ook 10% toe. Ja. En ons kapitaal is dan weg. En uh, als je de biografie van Clinton leest... dan zeg ja, de enige fout die ik gemaakt heb in mijn leven... is omdat ik vermoeid was. Uh -huh. En niet omdat ik uh, goed uitgerust was. Maar hoe ver ga je in, 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 uh, in mensen die op topniveau moeten presteren, hoe ver ga je in, in, in het volgen van, ja. van, van ja, hun, hun, nou ja, hun fitheid? Kijk, kijk, Nederlanders zijn sowieso een beetje anti-autoriteit. Dus als ze dat dan doen, krijg je allemaal vragen van uh, zoek het uit. En dat zal ik zelf wel even bepalen, even hoe het, uh, hoe het in elkaar steekt. Aan de andere kant, uh, Precies wat jij vertelt. Uh, de politici beslissen gigantische dingen ja. over de hele maatschappij. En dan heb ik toch wel liever mensen die een beetje scherp en fit zijn... Uh -huh. dan mensen die inderdaad uh, half vermoeid... en kijk, we hebben natuurlijk laatst ook al een keer een situatie gehad... dat uh, mensen achter een katheder half omvallen of uh, worden uh -huh. afgevoerd... en uh, ik weet de reden allemaal niet, daar gaat het er niet over... maar dat moet je niet te vaak hebben. Want uh, die, die fitheid moet wel hoog blijven, want er wordt gigantisch veel gevraagd. En, uh, maar ook in de balans, want ik ga nog een stap verder... Uh, we hebben het nu alleen maar over het werk. Uh -huh. En uh, met andere woorden, hoeveel tijd heb je nog om een fatsoenlijk boek te lezen... Of eens een keer wat leuks in je vrije tijd te doen. of bij je familie te zijn. Eh, of te sporten. Hoe, hoe is dat geregeld? En eh, wat je dus vaak ziet, is dat eh, de, de prijs thuis wordt betaald. Mm -hmm. Want het grappige is dat. Eh, ik, ik had een keer iemand bij me die zei op een gegeven moment. wat vindt u nou het allerbelangrijkste? Uw werk, uw relatie, uw gezondheid, uw vrije tijd. Nou, of, of zingeving was nog de vijfde die je toevoegde. De meeste mensen die het vraagt roepen zingeving en familie. Mm -hmm. En zonder gezondheid. Niemand roept werk. Mm -hmm. Maar als ik naar die familie ga, dan vraag ik maar één vraag stellen: <laughs> uh, hoe zit het daar thuis? Bij jullie ja. dan roepen ze alles, gaat naar op aan zijn werk. Ja. dus je roept wel dat je het belangrijk vindt, ja. maar de prijs wordt betaald door kinderen en dat, dat weet ik ook uit eigen ervaring. Bedoel, die worden, moeten we een keer verhuizen. Die, die op een oudere avond is, is, is de is de vader of moeder er niet, of uh, enzovoort. En om daar een keer discussie over te praten over de lifestyle van, mm -hmm. uh, van mensen, daar gaat het volgens mij over. Mm -hmm. Time management gaat ook worden vervangen, denk ik, op termijn door lifestyle management dat je inderdaad gewoon gezegd luister. Ik moet om een boek te lezen. En daar kom ik erop op nieuwe ideeën. En creativiteit wordt ook allemaal gevoed doordat je agenda leeg is. Ja. Dus dan, dan word je creatief. En dan ga je inderdaad leuke dingen bedenken. Ja. Dus, dus het vraagt een totale uh, t, ja, uh, ja, wisseling bijna van de manier van denken. Ten opzichte van, uh, van presteren. Uh -huh. En ja, als je zegt, ja, we, we gaan het vergelijken met de sport. Uh, nou, bij ons die fysieke component uh, is essentieel. Um, ja, je zou kunnen zeggen van uh, waarom moet iemand het controleren? Waarom zorg je zelf niet ervoor dat je gewoon goed in balans bent? Want dan neem je de beste beslissingen. Daar valt hele grote winsten te boeken. Ja. Zeker in omgevingen. Uh, en de grap is dat als je met mensen over praat, ik praat ook als met bedrijven, want vergelijkbaar met grote CEO's van bedrijven die dat eigenlijk mm -hmm. ook vinden allemaal over hoe het in elkaar steekt. En uh, ja, dan zeg ik, wie beheert nou de agenda? Dat doe je toch zelf, hoop ik? Je laat toch niet vol lopen door, uh, doordat iemand er maar vol uh, plant met het hele verhaal. Uh -huh. En hoe ver heb je nou ruimte om met mensen te praten? Uh -huh. Uh -huh. Als jij geen ruimte hebt, geen tijd, kan je nooit een goede leider zijn. Dat is mijn uh -huh. stelling. Uh -huh. Dus je moet helft van je agenda gewoon leeg hebben.